Dag lieve mensen, broeders en zusters. Ik ga vandaag weer een stukje voorlezen. En vandaag lees ik een stukje uit Matteüs 19 voor. En ik leg de gelijkenis, de geheimenis uit die in Matteüs 19 verborgen zit. We gaan beginnen bij Matteüs 19:3. Ik kijk het filmpje tot aan het einde. Want aan het einde zou ik de geheimenis uitleggen die in Matteüs 19 zit. En de Farizeeën kwamen naar hem toe. En de Farizeeën kwamen naar hem toe om hem te verzoeken. En zeiden tegen hem, is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei reden te verstoten? En de Farizeeën zochten Jezus op met het verzoek. Om hem te verzoeken, is het toegestaan een man om zijn vrouw te verstoten? Om welke reden dan ook. En hij antwoordde, Jezus antwoordde en zei tegen hem, hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, hem vanaf het begin af mannelijk en vrouwelijk geschapen heeft? Ja, Jezus zegt hierin, God heeft de man geschapen vanaf het begin mannelijk en vrouwelijk. En in de Statenvertaling staat man en vrouw. God schiep de mens in het begin man en vrouw. Het woordje mannelijk en vrouwelijk is toegevoegd. Dus God schiep de mens in het begin man en vrouw. Dat zegt Jezus hier ook in. En gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Ja, dat had God gezegd. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en ze hechten aan zijn vrouw. En ze zullen tot één vlees zijn. En hier is er ook een gelijkenis in, maar daar kom ik straks op terug. Zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God samenvoegt heeft, laat de mens dat niet scheiden. Ja, wat God samenvoegt heeft, laat de mens dat niet scheiden. En Matteüs 19 gaat ook over de gemeenten en Christus. Om dat een eenheid te vormen. Zij zeiden tegen hem, waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? En hij zei tegen hem, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar vanaf het begin af is het zo niet geweest. Dus Mozes heeft het toegestaan zodat de mannen hun vrouw mogen verstoten. Dat heeft Mozes toegestaan wegen de hardheid van de mensen. Maar het is zo vanaf het begin niet geweest. Dus de man mag scheiden van zijn vrouw. Maar het is niet zo geweest. God heeft het zo niet gemaakt dat een man of een vrouw van elkaar gaat scheiden. Want God heeft duidelijk gezegd, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. Zo heeft God het gemaakt en zo heeft God het gewild dat het zo zou gaan ook. Dus de scheiden is niet iets bijbels, is niet iets wat God gewild heeft. Want God heeft het zo niet gemaakt en zo bedoeld dat een man en een vrouw gaan scheiden van elkaar. Dat zegt Jezus ook, van het begin af is het zo niet geweest. Maar ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot anders dan hoererij en met een andere trouw, die pleegt overspel. En wie met de verstoten trouwt, pleegt ook overspel. Dus wat zegt Jezus in? Maar ik zeg u, wie zijn vrouw verlaat anders dan hoererij en met een andere trouwt, die pleegt overspel. Dus wie zijn vrouw verlaat anders dan hoererij, omdat hij met een andere vrouw gedaan heeft, pleegt overspel. En wie met de verstoten trouwt, pleegt ook overspel. De verstoten houdt bijvoorbeeld ook in. Dat als je dus niet volgens papieren gescheiden bent, man en vrouw gaan uit elkaar, omdat ze het gewoon niet meer met elkaar kunnen vinden, een of andere manier. Dus dan zijn ze eigenlijk gescheiden van tafelbedje. Van tafelbedje, niet volgens papieren, niet volgens de papieren van Mozes, of volgens papieren van de wet. Nee, ze zijn gewoon even uit elkaar. De vrouw is verstoten. En wie met de verstoten trouwt, wie met die verstoten vrouw trouwt, die pleegt ook overspel. Maar zij komt haar man, waar ze mee samen was, nog toe. Zij komt nog een andere toe. Want ze waren nog niet origineel gescheiden. Dus wie met de verstoten trouwt, of met de verstoten vreemd gaat, pleegt ook overspel. Dat is heel belangrijk om te onthouden ook. Zijn discipelen zeiden tegen hem, als de zaak van een man met de vrouw er zo voor staat, is het beter niet te trouwen. En Jezus zegt ook dat er gelijkenissen
Er zit ook gelijkenis in deze teksten. Dus de discipelen begrepen ook niet de gelijkenis hier achteraan ook. En daar kom ik zo ook op terug. Maar hij zei tegen hem, niet alle vatten dit woord, maar alleen aan wie het gegeven is. Want er zijn er ommanten die uit de moederschoot zo geboren zijn. En er zijn ommanten die door de mens ommantend zijn. En er zijn ommanten die zichzelf ommant hebben. En het koninkrijk, de hemelen, wie de vatten kan, laat die het vatten. Nou, als Jezus zegt wie de vatten kan, laat die het vatten. Dan zitten er ook geheimenissen in verborgen. Geheimenissen. Het gaat ook over de gemeenten. De gemeenten in Christus. Dat het een eenheid moet vormen. Als jij gaat dopen, dan geef je ook je ja-woord aan Christus. Dat je hem in alles trouw zou zijn. In alles, tot de dood toe. Als je gaat trouwen, geef je elkaar een ja-woord. Dat je elkaar trouw blijft tot in de dood toe. En wat staat er ook in de Bijbel? Laat uw ja, ja zijn. En laat uw nee, nee zijn. Dus zoals Christus ook zei, aan het begin is het zo niet geweest. God heeft de vrouw van de man geschapen. De man is tot de heerlijkheid van God geschapen en de vrouw tot de heerlijkheid van de man. En als de man en de vader en moeder verlaat, is hecht aan zijn vrouw, is het samen één vlees. En als je elkaar de ja wat geeft, dan is het ja, ja en nee is nee. Laat uw ja, ja zijn en laat uw nee, nee zijn. Wat meer komt, komt van de boze. Dat is ook een belangrijk ding wat Jezus zegt. Nou, ik ga ook met Efeze naar Efeze 5:22. Om te laten zien dat er ook een belangrijke geheimenis in zit, zoals ik al zei. Ik heb de geheimenis al een beetje onthuld. Dat het ook gaat over de gemeente Christus. Dat het samen een eenheid moet vormen. En zo staat het ook in de Bijbel. In Efeze 5, ik begin bij 22. Hij begint bij 22. En hij begint gewoon bij vrouw. Bij vrouwen en man. Vrouwen, wees uw eigen man onderdanig. Zoals ook aan de Heere. Dus de vrouwen moeten een man onderdanig zijn als ze getrouwd zijn. Ook als ze gewoon een relatie hebben, wees uw man eigenlijk onderdanig, zoals ook aan de Heeren. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus het hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Dus het gaat ook altijd, het gaat niet alleen om man en vrouw, maar ook om de gemeente en Christus. Dat het een eenheid samen vormt. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus de hoofd van de gemeente is. En wij zijn zijn lichaam. Wij vormen zijn lichaam. En dat moet samen. En dat brengt samen zijn lichaam. Daarom zal de gemeente aan Christus onderworpen zijn. Daarom zoals de gemeente aan Christus onderworpen is. Zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen man onderdanig te zijn. Dus als Christus. Zoals de gemeente aan Christus onderworpen is in alles. Zo horen ook de vrouwen in alles hun man onderdanig te zijn. En dan gaat het ook verder over de mannen. Nu gaat het vooral over de mannen. Mannen, heb je eigen vrouw lief. Dus de vrouw moet haar man in alles onderdanig zijn. Maar de man moet haar vrouw wel lief hebben. Als haar eigen lichaam, als haar eigen vlees. Mannen, heb je eigen vrouw lief. Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En zich voor haar heeft overgegeven. Het gaat ook altijd over de gemeente en Christus. Christus heeft zich voor haar, voor de gemeente, overgegeven. Hij heeft zich voor de gemeente gegeven, als losprijs. Opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinen met het wederbad, door het woord. Dus Christus heeft ons geheiligd, door haar te reinen met het wederbad. Met de wedergeboorte bijvoorbeeld ook, of met de doop. Hij heeft ons geheiligd, door haar te reinen met het wederbad, door de doop. Door het woord vooral ook. Opdat hij haar, dan gaat het om haar, dat zijn wij. Wij zijn dan haar, wij zijn het vrouwelijke volk. Haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smaad of rimpel of iets degelijks. Maar dat zij heilig en smateloos zal zijn. Zo heeft Jezus het gewild. Dat de gemeenten voor zich plaatsen. Voor de gemeente voor zijn plaatsen. En zonder smaad of rimpel of iets degelijks. Dat we zonder smaad of zonder rimpel iets degelijks. Dat we schoongewassen zijn. Schoongewassen en geheiligd zijn
in zijn bloed, in zijn woord. Maar dat zij zich heiligen en smateloos zal zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. Dat is wat belangrijk aan de mannen. De vrouwen moeten de man wel in alles onderdanig zijn. Maar voor de mannen is het ook belangrijk. Heb je vrouw lief als je eigen lichaam. En als je goed bent voor je lichaam, je gaat goed zorgen voor je lichaam. Je zorgt goed voor je lichaam. Want je wil je lichaam onderhouden, onderbouwen. Je wil er goed voor zijn. Dus ben je ook goed voor je vrouw. Zoals je voor je lichaam zorgt, zo dien je ook voor je vrouw te zorgen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft pas echt zijnzelf lief. Maar niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Maar hij voedt het en koestert het. Zoals ook de Heer de gemeente. Ja, niemand heeft ooit zijn vlees gehaat, maar hij voedt het en koestert het. Zo ook zijn vrouw. En zo ook de Heer de gemeente. Want wij zijn zijn lederen van zijn lichaam, van zijn vlees en zijn gebeente. En wij zijn Christus, zijn vlees, zijn lichaam en zijn gebeente. Vat je het? Dat wij met Christus één vlees, één gebeente, één lichaam zullen zijn ook vooral. Dat is de geheimenis die erachter zit. En dan gaat hij verder. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. En dit geheimenis is groot. De geheimenis is groot, zoals Christus ook zei. De geheimenis is groot. Maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Paulus spreekt met het oog op Christus en de gemeente. Dat betekent dat het eigenlijk om ons gaat vooral ook. Wij moeten die eenheid met Christus vormen. Wij. En wat God samengevoegd heeft. God heeft ons samengevoegd met Christus. Wij zijn met hem samengevoegd. En wat God samengevoegd heeft. Laat de mensen dat niet scheiden. Dus we mogen niet van Christus gescheiden worden. Maar dat zegt Jezus ook. Wat God samengevoegd heeft. Laat geen mens dat scheiden. Zo Christus mogen we nooit gescheiden worden. Nooit. Want we zijn zijn vlees. Zijn beenderen en zijn lichaam. Zijn gemeente is zijn vlees. Zijn beenderen en zijn lichaam. Wij zijn met hem één vlees. We zullen onze vader en moeder verlaten. Om ons aan Christus te hechten. Om met hem één vlees te zijn. Eén lichaam en zijn gebeente. Zoals er staat. Kortom, ook u moet ieder in het bijzonder hun eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Dus iedereen moet zijn vrouw lief hebben als zichzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Amen. Dus het gaat vooral om de gemeente. Christus spreekt hier op de gemeente. Ook Paulus spreekt hier met het oog op de gemeente. Dat wij onze vader en moeder zullen verlaten. En ons zullen hechten aan Christus. Zodat wij met hem één vlees, één lichaam en zijn gebeente zullen zijn. En wat God samenvoegt heeft, laat de mens dat niet scheiden. Ja, God zag dat het niet goed was dat de mens alleen was. Daarom maakte hij de vrouw. Ook als je wel een gelijkenis. Het zou ook kunnen. Daarom, Jezus spreekt in gelijkenissen en zonder gelijkenissen sprak hij niet. En hij sprak al in de gelijkenis van de grondleg van de wereld. Aan het begin af van de Bijbel sprak Jezus in gelijkenis. En hij is vlees geworden woord. Dat betekent dat we de Bijbel ook in gelijkenissen moeten lezen. Er zitten altijd wel, geheimenissen in. Het zijn echte verhalen. Het zijn echt mooie verhalen. Ware gebeurde verhalen. En er zitten ook, maar achter die verhalen zit er vaak ook een geheimenis in. Waar we uit iets kunnen leren. Voor onszelf. Ook is het belangrijk de liefde onderin. De liefde onderin. De gemeente moet de liefde onderin hebben. En we moeten goed beseffen hoe belangrijk de liefde is. Hoe belangrijk. Jezus heeft ons een nieuw gebod gegeven. En dat is de liefde. Heb elkaar lief zoals ik u lief gehad heb. Heb elkaar lief. Daar ga ik het volgende filmpje ook over maken. Over de liefde. Hoe belangrijk de liefde is. Heb elkaar lief. Zoals Christus u lief gehad heeft. Amen. Mensen, ik wens jullie God zegen. Tot de volgende keer. Tot ziens, broeders en zusters. En een gezegende dag voor jullie allemaal. Amen.